allerlei dingen die ik weet en die ik van belang acht. Dan ben ik geschokt als andere mensen niet de flauwste idee hebben. He, als je hebt Bismarck en ze kijken je aan. Niet waar ze denken dat het de neef van de kruidenier op de hoek is, bij wijze van spreken. Ja? En dat geldt voor mij natuurlijk net zo. Want de dingen die ik niet weet, namelijk hoe het precies het humeur van Beyoncé vorige week was. Ja, dat vind ik onbelangrijk, maar dat weten zij vaak wel. Het van Rossum, kunt u mij horen? Ik weet niet of ze al een pensioenfonds hadden. Moeten ze Edith Schippers eens bellen misschien. Ja, die is ook gestopt. Kan daar nog wat uitgeschept worden. Ze is wel gestopt bij DSM. Wel gestopt, zo. Dat valt me alweer mee. Ze dacht natuurlijk, de deur met een knal dicht. Nu het geld toch op is gemaakt. Dat zal dat eventjes opzoeken of ik dat nou goed gelezen. Maar ik zag het ergens voorbij komen. Edith Schippers stopt bij DSM. Ah, ze zal toch afzien van de leiding van de VVD-fractie in de Eerste Kamer nog wel wat anders willen doen, neem ik aan. Ja, want dat is niet een fulltime baan. Nee, daar kun je niet van leven. Nee. Ik denk zeker niet op haar niveau. Edith Schippers vertrekt bij het pensioenfonds DSM. Oh, dus daar stopt ze. Dus ze stopt niet bij DSM zelf. Oh. VVD-kopstuk Edith Schippers vertrekt bij het pensioenfonds van DSM. Ze stelt zich niet beschikbaar voor een tweede termijn als bestuursvoorzitter van het fonds. Ik kan me er iets bij voorstellen, eerlijk gezegd. Bij PensioenPro heeft ze dat gezegd. Dus ja, bij DSM blijft ze lekker zitten. Ik zou nog steeds zeggen, een beetje een onderzoekje hoe dit gelopen is. Dat zou wel aardig zijn, toch? Dit zijn echt schandelijke Amerikaanse praktijken, dat je je pensioenfonds misbruikt. Niet waar, om het bedrijf door een moeilijke fase heen te helpen, dat is niet de bedoeling. Nee. Het is waarschijnlijk ook een strategische keuze, nu eventjes weggaan, want de verkiezingen komen eraan. Dan stelt ze zich natuurlijk iets minder kwetsbaar op, doordat ze daar weg is gegaan. Nou, dat zou kunnen. Goed, ik was sowieso niet van plan om op Edith Schippers te stemmen. Daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Ik vind haar helemaal geen geschikte opvolger als minister-president. Dus zou me ook verbazen als het ooit werd. Dus we moeten het even afwachten. Ze heeft wel samen met Rutte de aanval geopend op PvdA GroenLinks. Ja, dat vond ik een lichtelijk komisch optreden, eerlijk gezegd. Wat een half wat die plotseling de aanval, ook het hele idee, de aanval is ingezet, niet waar. Het Kozakkenleger is in beweging gekomen. Kom nou, gauw. Wat even uitleggen voor ze de mensen die het gemist hebben. Die twee linkse partijtjes, die hebben ze dringend nodig voor een hele reeks van maatregelen die ze nog moeten treffen. Dus het zal zo'n vaart niet lopen, maar het was wel een beetje voor de bühne. Het was wel een beetje een politiek toneelstukje. Ja. Leg het even uit voor de mensen die het gemist hebben, wat ze gedaan hebben. Hoe heet het? De Partij van Arbeid en GroenLinks, die gaan nu blijvend samenwerken. Die willen in de Eerste Kamer een gezamenlijke fractie drijven. En nu denken sommige mensen, maar eerst moet dat allemaal nog bewezen worden, dat die samenwerking eventueel in de Eerste Kamer bij de Provinciale Statenverkiezingen zou kunnen leiden tot een veel grotere fractie aan de linkerzijde, die eventueel wat grotere invloed zou kunnen uitoefenen. Het hele idee van die samenwerking, daar hebben we het ook wel eens over gehad. Ik ben een groot voorstander van die samenwerking en ik zou de SP adviseren om daaraan mee te doen. Want als alle linkse partijen bij elkaar gaan zitten, dan kun je een serieus politiek blok vormen. Of nou de VVD, iemand legde ergens uit hoe het spel tactisch in elkaar zat. Het idee van de VVD is omdat ze in het verleden vaak geprofiteerd hebben van het feit dat ze van de verkiezingen een soort tweestrijd hadden gemaakt. Maken ze er nu ook een tweestrijd van? Kijk, het heeft voor hen weinig zin om. Kijk, die linkse kiezers stemmen toch geen VVD, dus daar hebben ze niks te verliezen. Maar het heeft voor hen ook weinig zin om laten we zeggen, het gevecht aan te gaan met die hele club van rechtse gekken. Terwijl ze natuurlijk wel hopen dat veel mensen die denken in termen van een tweestrijd VVD-links, dat die dan zullen zeggen, nou dan maar niet op de BBB mevrouw, maar dan toch maar op de VVD. Het probleem is natuurlijk dat het electoraat van de VVD beduidend conservatiever is dan het beleid wat de VVD noodzakelijkerwijze moet voeren als coalitiepartij. En je ziet nu ook ineens dat Rutte allerlei immigratie-initiatieven reist Europa rond, de grote denker enzovoort, allemaal flauwekul, omdat de rest van Europa daar niet mee. Jezus, die duiven zijn wel suicidaal aangelegd. Ja, je ziet, ik zit even wat meer op de vogelstand te letten. Tellen duiven ook mee?
Ja, maar we zouden duiven niet meetellen. Ja, ja, het zeker. Zijn ook vogels, maar toch een beetje typisch, een typische stadsvogel. Wel een beetje de ratten onder de vogels, toch? Ja, dat zegt men, omdat er zoveel zijn en omdat ze natuurlijk leven van wat wij weggooien. Dat doen ratten ook. Het zijn de volgers van de mens. Dat is een hele dierenwereld die afhankelijk is van de mens. Dat komt dat wij enorme rotzooimakers zijn en een groot deel van ons voedsel weer weggooien. En heel slordig zijn met voedsel. Denk aan al die kinderen die hun fijne, door de ouders gemaakte boterhabbetjes zo snel mogelijk weggooien. Om dan dus als ze eenmaal op school zijn, van hun armelijke zakgeld een pennywafel te gaan kopen. Ja, dus die vogels die pikken die zakjes met die boterhammen open. Die alom verspreid liggen rond de scholen. En die vinden dat wel lekker allemaal. Zo'n lekker roggeboterhammetje met kaas, denk ik. Maar wel slim van Rutte en Schippers, toch, om de aanval zo te kiezen? Nou, ik moet zeggen, ik werd er nogal lacherig van. Ik dacht, wat is het voor kinderpolitiek? Want ze speelde in het interview als ze het werkt, ja, god, dat is een ander thema, niet waar. Wat tot mijn vaste repertoire behoort, god, de gemiddelde kiezer is niet al te snugger. Dus die zal het wel interessant vinden. En ze speelde in op de belastingen die omhoog gaan als GroenLinks en de PvdA aan de macht komen? Ja, dat was ook een flauwekul. Ja. Alsof GroenLinks en de PvdA... twee dwergpartijtjes die gaan samenwerken in Nederland, ineens het fiscale niveau op zouden kunnen gaan krikken. Dat gelooft toch geen kip? Ja, kom op. Maar moet de linkse... Dit is toch de linkse tsunami waar Rutte het al bij de formatie van dit kabinet over had. Ja, dat is gewoon... Je begrijpt niet dat het is een intelligente politicus, dat hij niet een wat handiger formule, dat hij niet een iets... Nogmaals, ik vond het kinderpolitiek. Maar dit is natuurlijk angstwekkend. Ze stonden ook met z'n tweeën zo stom te lachen daar in een kamer gebouwd. Dat ik dacht, kom op. Misschien werkt het wel. De vorige keer heeft het zou gewerkt. Kunnen, want bij de kiezers werken de gekste dingen, zoals je weet. Je hoeft als je in de talk zomaar lekker uit de bocht komt. Leuk hoedje. Je zit ook bij koffietijd en ook een leuk praatje. Nou ja, dan zit je al ruimschoots in de kamer. Maar vind je niet dat de linkse kant zich ook wat meer moet roeren? Dat ze zich ook een keer op deze kant moeten laten? Ja, het zijn dwergpartijtjes. Ze trekken minder aandacht. Hoe groter de partij, hoe meer aandacht je krijgt. Ja, maar ze kunnen toch wel aandacht naar zich toe trekken? Ja, en dan komt nog iets bij. Ik denk dat is de kracht natuurlijk van de gekke brigade. Dat ze dingen hebben die de media interessant vinden. Want hoe gekker je bent, wat zien we overal weer staan? Trump, die heeft zich nu officieel aangekondigd. Hij mag weer op de social media... Waar hij al die lulkoek over QAnon verder weer kwijt kan in de komende jaren. Ja, ik zou zeggen, houd rustig. Hè? Vraag je liever af of Biden nog voor een tweede termijn op zal gaan. Ja, nee, een stuk interessanter dan wat Trump nu op dit moment doet. Ja, maar als die linkse... Trump zal er bovendien in zijn partij heeft hij nog een hele flinke dobber aan hebben om opnieuw de kandidaat te zijn. Mm. Aangezien die evident nog iets gekker is geworden dan hij al was. Ja. Nou is dat natuurlijk allemaal tactiek, dat begrijp ik ook wel, maar toch... Maar moet links het spel niet wat meer meespelen? Ze blijven nu toch wel redelijk afwachtend. Ik heb geen idee. Misschien doen ze dat wel, maar... Ja, ik zou altijd zeggen, denk eens aan andere hoedjes. Ga bij koffietijd zitten. Hou een leuk lullenpotje. Ja, dat zou ik zeggen. Ik weet niet of... Kijk, er gaat een diepe, diepe kloof tussen echte politiek... en wat wij ervan zien op de televisie. De televisie is ook een beetje een kinderachtig instrument in allerlei opzichten. Sommige dingen zijn prachtig, aangrijpend en schitterend te zien op de televisie. Maar hoe interessant politiek ook is, dat is op de tv niet bijster interessant. Zie je voor jezelf nog een rol weggelegd om links een beetje te helpen? Absoluut niet. Maar jij bent wel iemand die een beetje relletjes kan veroorzaken. Relletjes? Dat doe ik helemaal niet. Andere mensen veroorzaken relletjes omdat ik iets verstandigs heb gezegd. Ja, maar je bent wel een wat afwijkend figuur die misschien de aandacht kan trekken op de punten, nee, standpunten van links. Ik voel mezelf niet verantwoordelijk om nu mijn hoedjesbeleid en zeker niet naar koffietijd. Dat ga ik zeker niet doen. Nee. Ik weet niet, bij mij is dat zo dat de meest onverwachte dingen veroorzaken relletjes. Ja, en zeker ook de mediajournalistiek is uitgesproken rellerig ingesteld. De mediacourant. Die kunnen van een dode muis, daar kunnen ze nog een wereldraadsel van maken. Dat je die site kent? Ja, natuurlijk ken ik die site.
Want er zit een daarvan achter een man. Man zit er achter Bob. Die woont nog bij zijn moeder en die schrijft allemaal die stukjes. Hij woont nog bij zijn moeder. Ja, dat is een patroon. Die beide moederwoners. Weet je wie ook bij zijn moeder, die heel lang bij zijn moeder heeft gewoond? Maarschalk Montgomery. Moederskind. Leuk, dit is leuk. Ook voor een. Is dit niet iets voor een televisieprogramma? Moederskinderen die de wereld veranderd hebben. Je hebt echte moederskinderen die enorm ook aan hun moeder hangen. Ik kan dit allemaal makkelijk zeggen en ook vanuit een lichtelijk ironische achtergrond, omdat ik nou helemaal geen moederskind was. Maar hoe ken je de Mediacourant? Met een druk op de knop kun je ja, die... Ja, snap ik. Maar waarom ga je dat lezen? Het is nou niet echt wat jij normaal leest van dat intelligente leesvoer. Zoals ik al eens meer heb uitgelegd, ik ben graag op de hoogte van dit soort van dingen. Dat je weet wat er speelt in de samenleving. Hè? Daarom kijk ik naar Twitter. Om te weten wie je op komt halen als de tribunalen starten. En waarom kijk je naar Mediacourant? Nou, vaak omdat mijzelf een rol is toebedeeld in een de door hen veroorzaakte relletjes. Dat je denkt, nou wil ik wel even weten hoe dat zit. En als je het dan leest, denk je, hoe komen ze erop? Het is ongelooflijk. Nou, wat schrijven ze dan? Nou, wat was het vorige relletje? Vooral wat ze doen. Als je dus iets onvriendelijks zegt, dan is het meteen, maakt met de vloer gelijk. Vernietigt zus of zo. Dit soort van... Het wordt verbaal dus aangescherpt. Dat is de strategie. Dat is allemaal natuurlijk voor... Kijk, alles wat zich in de Nederlandse media voordoet is flauwekul. Voor 99% is het flauwekul. Maar trekt natuurlijk aandacht. Dat is wat ze willen doen. Ja, dat denk ik wel. Ja, misschien had ik de Mediacourant helemaal niet moeten noemen. Maar ik zie het Mediacourant als een voorbeeld van... Nou ja, van die rellerigheid van dit type van journalistiek. Mm. Ja, hoe heet het, in iets mindere mate kun je dat ook zeggen. Hoe heet dat nou, dat programma? Een goed bekeken programma, dan Promenade? Nee. Ja, Promenade, maar dat is toch niet heel... Nee, niet Promenade. Po-nieuws. Nee, ook niet Shownieuws, dat leidt aan dezelfde kwaal. Nee, Po-nieuws van Po-net. Nee, hoe heet dat nou? Waar ze altijd achter zo'n desk staan. RTL Boulevard. Boulevard, dat is, sorry dat ik er niet op kon. Dat is Freudiaans. Ja, afschuwelijk programma werkelijk. Terwijl je daar heel vaak in te gast bent, dan bellen ze je weer. Nee, ik ben er nooit in. Ik ben wel eens in te gast geweest, maar ik probeer het altijd af te houden. En als de slimste weer begint, bellen ze je weer. Mm-hmm. Hey Maarten, hoe vond je het? Goede kandidaten? Ja. Ook de jaarlijkse nutteloze opwinding over de slimste. Ja, het is een goed bekeken programma. Het is een quiz, het is een leuke quiz. Niemand begrijpt eigenlijk precies waarom het zo populair is. Dat is alles wat er over te zeggen valt, namelijk dat het ongekend populair is. Er werd nu wel een beetje de suggestie gewekt dat door de domme kandidaten er minder kijkers zijn. Ja. Of dat ook gebaseerd is op serieus onderzoek, daar geloof ik geen kloot van, eerlijk gezegd. Want als je het ziet, dan zie je dat er ten eerste zit, op de kijkcijfers zit een soort lichte golfbeweging door de week zit daarin. We zijn natuurlijk de vrijdag kwijtgeraakt, misschien speelt dat ook een rol. Daar waren we ook niet erg tevreden over die ontwikkelingen. Wat je ziet over de jaren heen is dat er toch een vrij constante groei in zit. Wat je niet ziet is dat het nog verder gegroeid is omdat het op één zit. Hoewel toch wel wat. Dat je dus, hè, want je hebt altijd twee verschillende soorten van kijkcijfers. Namelijk een gemiddeld kijkcijfer en een topkijkcijfer. Dat is ook sinds een jaar of wat is dat ingevoerd. En daar zit toch dat de top vaak zeker voor de helft van de week dagen boven de 3 miljoen zit. Dat is volgens mij toch wel misschien de invloed van Nederland 1. Ja, en jullie hebben om maar eens... Kijk, die domme kandidaat is dan, als je dat even terugleest van vorige jaren, dan weet je dat elk jaar is het thema, wat zijn die kandidaten stom? Er zijn geen intelligente BN'ers meer. Dat wordt vooral ook geschreven door mensen die zichzelf wel als intelligente BN'er zien, of die zelf wel eens deel hebben genomen en het redelijk hebben gedaan. Maar dus dat de ongekend domme kandidaat is een vaste thematiek. Maar daar werk je ook een beetje mee. Ik heb het toch al vergeleken met leraren op de middelbare school. Nou, een klas zo stom als jullie, dat heb ik echt in jaren niet meegemaakt. Als jullie er niet keihard aan trekken, dan ga je niet slagen voor je eindexamen. Nou, dit werkt. Maar dat doe je toch een beetje aan mee door de kandidaten ook een beetje te beledigen als ze iets niet weten? Ja, daar zit ik voor.
zoals ik gezegd, ik heb het al meer uitgelegd. Ik zit er voor het contrapunt. Gezellig, leuk, iedereen is tevreden. Daarom moet ik af en toe iets zeggen wat een contrapunt vormt. En dan, ik moet zeggen dat ik soms werkelijk verbijsterd ben over wat ze niet weten. Maar ik heb ook al eens uitgelegd, meerdere malen op meerdere plekken. Mensen vinden altijd dat andere mensen die dingen moeten weten die ze zelf weten. He, dus allerlei dingen die ik weet en die ik van belang acht, dan ben ik geschokt als andere mensen niet de flauwste idee hebben. He, als je hebt Bismarck en ze kijken je aan. Niet waar ze denken dat het de neef van de kruidenier om de hoek is, bij wijze van spreken. Ja. En dat geldt voor mij natuurlijk net zo. Want de dingen die ik niet weet, namelijk hoe het precies het humeur van Beyoncé vorige week was. Ja, dat vind ik onbelangrijk, maar dat weten zij vaak wel. Je weet dat ik heb dat wat als een bom insloeg bij de slimste mens, was dat ik nooit van Bluff gehoord had. Dat is een muziekgroepje. Uit Zeeland, ja. Kijk, jij weet al dat ze uit Zeeland komen. Weet je hoe de zanger heet? Nee, waarschijnlijk Bluff, weet ik veel. Pascal Jacobsen. Nou ja, goed, dat weet je omdat je natuurlijk in een bepaalde tijd opgroeide. Kijk, jij weet dat. Ja. Ik had er nooit van gehoord. En de drummer is volgens mij ooit overleden door een verkeersongeval. Nu was er weer iets op de tv, een muziekgroepje. En mijn vrouw wist precies wat het was. Ze vond het ook een goed muziekgroepje. Zoals gewoonlijk had ik er nooit van gehoord. Ik had geen flauw idee werkelijk. Maar is dat erg dat we bepaalde dingen niet weten? Nee, natuurlijk. Maar voor degene die ze wel weten en die ze belangrijk vinden, is het wel erg. Kijk, wat mensen weten is natuurlijk een vrij willekeurige zaak. En dat is ook als een van de grote problemen van curricula. Wat moet je leren op de lagere school? Dat weten wij ook wel. Lezen, schrijven en rekenen. Laten ze nou dat niet erg goed hebben gedaan in de afgelopen, 25, 30 jaar. Daar zou ik zeggen, trek er hard aan. Maar al het curriculum van een middelbare school is al heel problematisch. Wat moeten die kinderen weten? Ik kan je al een lollig incident kan ik je vertellen van een optreden. God, waar was het? Nog geen 2 weken geleden een theateroptreden. Ik stond ook over deze zaak te praten. Wat moet het curriculum zijn? En toen zei ik van ja, vooral omdat het ging over geschiedenis. Geschiedenis, dan wordt altijd gezegd van ja, wat heb je er eigenlijk aan? Terwijl iedereen vindt natuurkunde, scheikunde, dat zijn belangrijke vakken. Die moet iedereen onder de knie hebben. En dan zeg ik altijd, wat weet u in de zaal nog van de buffermengsels? Overigens een vrij simpel chemische zaak. Niet in de basis zoals gewoonlijk, maar het algemeen idee is vrij simpel. En natuurlijk valt zo'n zaal dan meteen stil. Want ik zeg dan ook, als u het nog weet, dan komt u even naar voren en legt u even uit hoe het zit. Nou, ze hebben geen flauw idee. Ze zijn al lang vergeten dat ze überhaupt al iets over buffermengsels gehoord hebben. Laat staan dat ze nog iets verstandigs over natuurkunde zouden kunnen zeggen. Maar tot mijn verrassing stond een jonge man op en zei, ja, ik zal het even komen uitleggen. Dus hij stommelde uit de rij en kwam op het toneel en heeft haar fijn uitgelegd wat buffermengsels waren. Maar ik denk, je denkt, hoe is dit gods mogelijk? Ja, je begrijpt hoe het zit. Hij zat nog op school. Dus hij had recent kennis gemaakt met de buffermengsels. En wat is het dan? Een buffermengsel is een mengsel waar je allerlei dingen mee kunt doen zonder dat de pH, de zuurgraad van het mengsel, sterk varieert. En wat heb je daaraan? Geen zak. Want jij bijvoorbeeld weet niet wat het is. Nee. Terwijl je een heel gelukkig en normaal leven leidt en geld verdient en weet hoe dit apparaatje hier voor onze snuffert werkt enzovoort. Dus het gaat dus om het feit dat mensen altijd direct naar het nut vragen, maar nooit nadenken over die dingen die ze dan wel geleerd hebben. Waarvan, en je weet dat de beta-vakken, dat vindt iedereen nuttig, toch? Ik vond er niks aan, eerlijk gezegd. Nou ja, heb je het al, je vond er niks aan. Ik was in de beta-vakken was ik een hele matige leerling. Ik was ook meer van de taalkundige afdeling natuurlijk. Ja, hetzelfde heb je natuurlijk met de 3 moderne talen. Traditioneel leerden wij Frans, Duits en Engels op de middelbare school. Nou ja, je weet hoe het met Engels gesteld is, dat leren ze allemaal. Oh my god, hè? Hebben we dat al behandeld, dat thema? Al die meisjes, oh my god, hè? In plaats van hemeltje lief, godverdomme, er zijn allerlei bijzonderheden. Waarom ze dan en dan ook op zo'n aanstellerige toon. Is dat leren ze je bij het koor toch nog wel, dat je niet in het Engels dingen mag benoemen?
Nou, niet bij mij, maar misschien deed nooit iemand het toen. Dus niemand had ooit gehoord van een harddisk toen ik student was. Dus ja, die wereld bestond niet. En de wereld van de telefoon bestond niet. Hè. Een telefoon was een groot zwart ding wat ergens in een gang aan de muur hing. Hè. Of bij mijn opa op een speciaal tafeltje stond. Hallo? Ja, dus dat was een hele leuke ervaring dat die jongen dus wist wat het was. Maar hoe kwam het? Hij zat nog op school. Ja, maar je hebt er dus eigenlijk niets aan als je weet wat het is. Nee, ik zou zelfs redelijk kunnen argumenteren waarom je meer aan geschiedenis hebt dan aan het feit dat je weet hoe een buffermengsel in elkaar zit. Hetzelfde geldt voor die zogenaamde tweetaligheid waar in Nederland altijd zo deftig over wordt gedaan. Tweetalige scholen en tweetalige studies. Die universiteiten zijn druk bezig om helemaal over te stappen op steenkolen-Engels, want dat is het in feite. Dat is ook zo wat het Nederlands altijd denken dat ze geweldig Engels spreken, terwijl het geen bal voorstelt. En accent natuurlijk ook afschuwelijk is. Ik heb ook een afschuwelijk accent. Bij studenten moet ik wel zeggen dat het wel erg goed is, hoor. Ja, dat ze beter Engels spreken dan vroeger. De studenten van nu komen dus op een universiteit. Die zijn natuurlijk zo verweven met het internationale gebeuren. Ja, dat is ook wat de universiteiten altijd beweren. Maar de meeste abiturienten van onze universiteiten worden personeelschef bij de gemeentereiniging van Roermond. Die gaan niet naar MIT om daar even nog iets te doen in, weet ik het, is stringtheorie of zo. Nee, natuurlijk. Dat begrijp je ook wel. Die lui die zo godvergeten knap zijn dat ze in no time door kunnen naar internationaal onderzoek. Die kunnen in ieder geval ruim voldoende Engels, dat kan ik je verzekeren. En als ze dat niet kunnen, dan leren ze het, zo knap zijn ze wel, in 3 maanden. Je bent natuurlijk ook omringd met allemaal internationale studenten. Dus dat je bent ook, maar goed, dus het is echt vrij flauw, pure flauwekul om een heel universitair onderwijs te draaien op non-native speakers, non-native docenten en non-native studenten. Er is ook wel onderzoek naar gedaan, het is niet erg efficiënt. Laat staan als ze het gaan opschrijven. Dat is helemaal verschrikkelijk. Hmm. Al die however zinnen. Hè? However, kom maar. Nee, vreselijk allemaal. Nou, je kunt tegenwoordig natuurlijk, dat geldt ook voor als je iets niet weet. Engels is een mooie taal, maar Engels als, laten we zeggen, een luchthaventaal. Daar ben ik geen groot liefhebber van, want dat is het. Het is luchthaventaal. Maar jij baseert het natuurlijk wel op jouw ervaringen van 30 jaar geleden. Zonder meer. Sterker nog, mijn hele gebied, alles wat ik bespreek, geldt 30 jaar geleden. Ik weet niet precies, je zou het kunnen onderzoeken natuurlijk. Maar dan is het misschien een beetje achterhaald van wat je nu net zei. Ja, dat weet ik niet. Ik denk dat het wel nuttig is dat ik een beetje een afstandelijk perspectief heb. Ik weet niet, een van die Amerikaanse zangeressen, misschien die Beyoncé, ik noemde maar even omdat ik nou toevallig weet hoe die ze heet, die werd ook in de NRC aangekondigd. Nou, echt dat je denkt, dit is de zingende zuster van de Heer Jezus. Dit is wel zo buitengewoon. Het is een geniaal zangeres. Niet ook niet meer een zangeresje, maar een magistraal. Dus ik denk, god, dat wil ik ook wel eens horen. Potverdriek. Ik zal je zo vertellen dat het de tweede keer was dat me dit overkwam. Nou ja, ik moet zeggen, het leek me iemand die heel aardig liedjes zong. En het ook op een vrij bekwame wijze doet. Ik zou het niet kunnen. Maar om nou te zeggen, het is de zingende zuster van de Heer Jezus. Nee, dat vond ik nou helemaal niet. Ik had dus dezelfde ontluisterende ervaring in de tijd met Madonna. Jonge Madonna, dat was wat zeg. Jonge, wat een vrouw. Geweldig. Toen trad ze op, ik meen in Milaan, als ik het me allemaal goed herinner. Het is lang geleden, 30 jaar geleden. Ik kom ik op, omdat jij over die 30 jaar hebt. Bovendien is het niet zo dat het ook heel interessant is om het perspectief eens te horen van mensen die zichzelf 30 jaar geleden nog kunnen herinneren. Wat van een groot gedeelte van de bevolking niet gezegd kan worden. Zoals blijkt uit tal van politieke, topografische en historische vragen bij de slimste mens, wat toch op zichzelf al niet erg op een erg hoog niveau opereert. Maar nu de Madonna. Dus ik denk, ik ga ervoor zitten. Want het concert wat ze in Milaan zou geven, zou ook worden uitgezonden. En verdomd, daar was Madonna aan, die zong en danste. Ik vond dat dansen waardeloos wat ze deed. Ik weet niks van dansen, maar het maakte op mij een weinig overtuigende indruk. En ik vond haar als zangeres ook bijzonder matig. Echt bijzonder matig. Maar wat baseer je dat op dan? Op mijn persoonlijke smaak. Ja, zullen we dat even zeggen. Er zijn dingen die vind je geweldig en er zijn dingen die
Ik zag laatst twee dingen voorkomen toevallig op YouTube. Ik had heel iets anders opgezocht. En dat was overweldigend. De tranen sprongen mij in de ogen. En dat je denkt, god, het is een waardeloos medium in het algemeen, maar dit is toch geweldig dat ik dit gezien heb. Was het weer pianomuziek? Nee, het was een fantastische scène. Je ziet een plein in een Europese stad, duidelijk een wat oudere Europese stad. En er lopen mensen heen en weer enzovoort. En er staat één eenzame muzikant met een hoedje voor zich op de grond. En dan komt een klein meisje aan en dat doet, weet ik veel, een stuiver in die hoed. En dan begint die muzikant, die begint te spelen. Het is duidelijk wat hij gaat spelen, Beethoven. Alle mensen weer de broeder, dat zet hij in. En dan komt er uit een deur aan de overkant komt er een vrouw, ik geloof met een cello, en die gaat naast hem staan. En stuk voor stuk voor stuk ontstaat eigenlijk een orkest, wat de negende van Beethoven gaat spelen, waar alle mensen weer de broeder een onderdeel van is, zoals algemeen bekend is. Nou ja, misschien niet algemeen, maar goed, bekend genoeg, laten we het zo zeggen. En dat is gefilmd ook met aandacht voor de mensen die daarnaar luisteren. En dat is ook vooral bij de kinderen, het is een overweldigend filmpje. Je bent in 10 minuten, is het klaar, en dan goed, wordt er geapplaudisseerd enzovoort. Nee, goh, wat leuk. Toen stond er nog een ander filmpje onder. Wat ik ook geweldig vond, was er een beetje een man in zo'n leren jasje. Een beetje een blitse gozer, zal ik maar zeggen. En die wandelt door een stationshal en waar zo'n piano staat. Hij gaat op die piano zitten, achter die piano zitten. Hij doet een beetje ping-pang-pong op die piano. En hij speelt vervolgens boogie-woogie op een verbijsterende manier, kan het niet anders zeggen. Dat blijkt een onderdeel te zijn van een documentaire over mensen die op stations achter de piano gaan zitten, wat die dan voortbrengen. Wat ook weer ontzettend leuk is, omdat daar je ziet hoe die muziek in zo'n eigenlijk armatierige setting, om het maar even zo te zeggen, het is weer wat anders dan het concertgebouw, fantastisch functioneert. En hoe ook kinderen reageren, jongen. Nou ja, kortom, ik dacht, YouTube is nog ergens goed voor. En dat emotioneerde je dus? Enorm. Ja. Nou, vooral dus dat alle mensen weer de broeder. Dat was, moet je eens naar kijken. Moet iedereen naar kijken. Zet u maar even de podcast 10 minuten uit en kijkt u even naar dat. Dat is een fantastische scène. En heeft natuurlijk toch te maken ook met smaak natuurlijk. Hè? Want het emotioneert jou en anderen zullen zeggen, ik vind er geen reden aan. Die kijkt dan maar naar Boogie Woogie. Ook leuk. Ja. Kan ook emotioneren. Ja. Nog even één ding over dingen die je niet weet. Er zijn natuurlijk mensen die zeggen, ja Maarten, ik kan het toch allemaal opzoeken. En we hebben straks kunstmatige intelligentie. Ja, dat is een bekende misvatting dat ze het op gaan zoeken. De kwestie is dat als je er niks van af weet, dat je het ook heel moeilijk op kan zoeken. Hoe meer je ervan af weet, hoe makkelijker opzoeken is. Want dan begrijp je, eerst begin je met één term, delta werken, maar je wilt eigenlijk iets specifieks weten. En als je er iets meer van de delta werken weet, dan weet je tenslotte ook wel hoe je, weet ik veel, een van die bruggen kunt opzoeken die ze daarvoor gebouwd hebben. Of wanneer het geïnitieerd is, of wat de basisideeën zijn, enzovoort. Hoe meer je weet, hoe meer je op kunt zoeken. Sterker nog, hoe meer je weet, hoe makkelijker het is om nieuwe dingen te onthouden. Je moet het weten eigenlijk zien als een hele grote garderobe met haakjes. Hè? Hoe meer haakjes je hebt iets nieuws geleerd. We hebben ook in mijn garderobe is ook een negatieve afdeling, dus daar is ook een haakje Madonna. Daar hangt Madonna. Waardeloos. Schromelijk overschat. Ja, briljant, een briljante verkoopster van haar eigen beperkte talenten. Dat wil ik nog wat toegeven. En wel nog steeds actueel, want ze weet nog steeds te shockeren. Nou, ik heb laatst een foto van haar gezien, actueel. Ook wat die vrouw zichzelf heeft aangedaan. Het is verschrikkelijk. Qua lichaam, bedoel je? Ja, verschrikkelijk gewoon. Ja. Hoe wisten de Amerikanen ten tijde van de atoomproeven waar de Russen die proeven deden? Weet jij dat? Nee, omdat de eerste detectie dat de Russen zo'n ding hadden laten ontploffen, september 1949 is dat geloof ik, dat was door hoogvliegende vliegtuigen die speurden naar, laten we zeggen, radioactiviteiten. Ja, die hadden omgekeerde plakband op hun vleugels, Die detecteerden dat de radioactiviteit groter was geworden. Dat is ook de manier waarop we ooit ontdekt hebben dat Tsjernobyl ontploft was, omdat de Russen dat... Communisten houden altijd alles geheim. Vooral als het fout gaat, houden ze het geheim.
Omdat er bij de Russen, bij Corbyn is er nooit iets verkeerd gaan. Een wonderlijke misvatting is, maar goed, zo is het nu eenmaal. Ook die Tsjernobyl, dat ontdekte, ik meen in Zweden, werd dat ontdekt door een waarnemingsstation, wat zag dat de radioactiviteit sterk was toegenomen in de atmosfeer. Ik hoorde van de week iemand, ik was bij een defensiebijeenkomst en dan zei iemand, ze hadden dus op die Amerikanen op de vleugels van de vliegtuigen, hadden ze dubbelzijdige plakband. En die detecteerde dus de radioactieve straling. Dat zou kunnen, zo technisch ben ik nou niet op de hoogte, maar het is, de eerste detectie was als, door middel van hoogvliegende vliegtuigen. Ja. Die waarschijnlijk ook iets te maken hadden natuurlijk met weersvoorspellingen. He, veel van die, natuurlijk ook wereldwijde weersvoorspellingen zijn ook afhankelijk van hoe meer informatie je hebt, hoe beter. Ja. We hebben toch ook overal in de oceanen speciale boeien die temperatuur van het water, stroomsnelheid, de hele zante kraam doorgeven naar een centraal station. Hij had het naar aanleiding van de podcast daarover en hij was dus op Wikipedia gaan zoeken en daar had hij deze feitjes gezien. Dus vandaar dat kijk, Wikipedia. Iemand die iets opzocht. Ja. Dus al, kijk, en waarom zoekt hij iets op? Omdat ik dat zei, heb gezegd dat. Hè? Dan zie je hoe dat werkt. En hij werkt dus bij Defensie. Dus, hij had het eigenlijk moeten weten. Ja. Als die het, er zijn fantastische boeken over de ontwikkeling van een atoombom. God, hoe heet die vent? Ik geloof Patterson. 3 dikke boeken. Ik kan het warm aanbevelen. Hartstikke leuk, gedetailleerd. Ook over de H-bom. En de tanks gaan ook officieel, hè, die kant op. Duitsland is overstag. Ja. En daar hadden we het vorige week al over. Toen jij nog zei dat er waren mensen die zeiden dat Duitsland was het lachertje van Europa geworden. Ook weer van een onbeschrijfelijke, stomzinnige kortzichtigheid. Maar goed, want nu blijkt eigenlijk dat die Scholz groot gelijk had door te treuzelen. Want die zei van ja, ik wil het wel doen. Maar dan moeten die Amerikanen wel meedoen. Nou, en daar zag je Biden deze week met die 41 Abrams tanks. Of je daar nou zoveel aan hebt. Daar heb je een logistiek apparaat voor nodig waar je u tegen zegt. Zouden ze dat ook krijgen dan? Want je weet, die dingen worden aangedreven door een gasturbine. En ja, ik geloof dat hij ook pindakaas kon verbranden, bij wijze van spreken. Gasturbines hebben wat dat betreft ruime mogelijkheden. Maar kerosine was toch eigenlijk wel aanbevelenswaardig. Dus ja, het was een hele complexe tank. Kennelijk nog ietsje complexer dan de Leopard. Dus ja, wat die Oekraïners nou met die 41, ik weet niet precies. Ik zou zeggen, zorg eigenlijk dat het allemaal Leopard zijn. Dat lijkt mij het simpelste, omdat dan ook servicing, hoe heet dat, onderhoud en zo, ook het simpelste is. Ja, wat? Ik weet niet of die dingen bijvoorbeeld ter plekke gerepareerd kunnen worden. Ik weet dat bij de Tiger tank, die de Duitsers een geweldige tank, volgens tankdeskundigen de beste tank van de Tweede Wereldoorlog, maar zo'n ongelooflijk complex apparaat, dat die niet ter plekke gerepareerd kon worden. Met als gevolg die Tigers dus iets hadden, defecten, werden ze op het spoor gezet en dan gingen ze naar ergens in een fabriek in het Roergebied waar die dingen gebouwd werden. En dan werden ze daar gerepareerd en dan gingen ze weer terug. Dan begrijp je wel, dat is niet. De Russen hadden een hele simpele tank, ik heb volgens mij wel eens eerder verteld, de T-34, die natuurlijk ook aan de lopende band kapot ging. Ik heb wel eens een stuk gelezen dat ze eigenlijk bepaald niet voor de lange termijn waren gebouwd. En als dan een kapot ging, lieten ze hem gewoon staan. Omdat ze bouwden 10 keer zoveel tanks als de Duitsers. Maar de Duitse tanks waren wel veel beter. De Duitsers, nou, komen we terug op de thematiek van de vechtende Duitsers. Wat kunnen de Russen hier nu tegenover zetten? Nou, niet zo verschrikkelijk veel. Want ze hebben een hele geavanceerde nieuwe tank. Die heet Armata, als ik het goed heb begrepen. Die zouden ze in serie gaan bouwen. Dat zou de standaard tank van het Russische leger moeten worden. Maar dat is tot op heden is het niet zo ver gekomen. En tot op heden is in ieder geval één ding geweldig gebleken. Namelijk dat die Russische tanks, zeker zonder de ondersteuning die ze eigenlijk normaal behoeven, ongelooflijk kwetsbaar zijn gebleken. Ik weet niet hoeveel duizenden tanks ze al niet verloren hebben in dat conflict. Dat is allemaal vrij fors. Dat zijn ook dingen die je niet zo heel makkelijk, dat dingetje gaat gekke kuren maken, het cameraatje. Oh, daar ga ik even naar kijken. Ik denk dat die op is. Dus ja, die Armata-tank, die is niet breed voorhanden. Overigens een betrekkelijk lichte tank naar ik zag. Ik zal,
Ik ben begonnen aan een boek van de meneer Galeotti over Putin's Wars. Wat ik, voor zover ik daarin gevorderd ben, een buitengewoon interessant boek vind. Omdat hij A uitlegt wat de structurele gebreken sowieso zijn van het Russische leger. Maar bovendien nog uitlegt waarom de speciale militaire operatie zo'n ongelooflijk stomzinnig karakter had. Het is eigenlijk een tweetrapsraket, waardoor alles is van fout gegaan wat fout kon gaan. En wat denk je dat dit nou voor die oorlog betekent? Zet dit de Oekraïners op voorsprong? Nou, dat weet ik niet. Het lijken mij dan, ik zei vroeger 300 tanks. Misschien hebben ze sowieso overvraagd, omdat ze dachten dan krijgen we misschien ook iets meer. Ik weet niet, als je alles nu bij elkaar optelt, hoe ver zijn we dan? Krijgen ze dan 200 tanks? Ik dacht 2. In ieder geval niet wat ze dus graag hadden willen hebben. Er wordt van die eigenschappen van die moderne tanks hoog opgegeven. Maar ook daarvoor geldt, naar mijn idee, die moeten wel goed ondersteund worden door de juiste infanterie die met die dingen op kan trekken. En eventueel nog beter natuurlijk moderne luchtsteun. Ik weet niet of de Oekraïners die kunnen verschaffen, eerlijk gezegd. Maar goed, misschien zijn ze iets beter bestand tegen vijandige schut. Ik weet dat niet precies. Mijn indruk is dat het er ook wel een element van het symbolische karakter, moderne tanks, weer een stap natuurlijk op weg naar zwaardere bewapening. Ik begreep dat Hoekstra enigszins slordig had gezegd dat ze ook wel van die F-16 konden krijgen. Nou ja, dat zal eerst nog eens moeten blijken. Dat gaan de Amerikanen niet ondersteunen, ook daar geldt. Ja, je kunt ze wel een F-16 sturen, maar dan heb je mensen voor nodig om dat ding te onderhouden, om het in de lucht te houden. Dat is allemaal niet zo simpel. Kijk, veel van die moderne militaire apparatuur is zo ongelooflijk ingewikkeld dat je altijd denkt dat die dingen maar nooit kapot gaan. En zo, het gaat voortdurend kapot. De hoeveelheid operationele wapens is altijd heel beperkt vergeleken met het totaal aantal aanwezige wapens. En je hebt onderhoudsteams nodig. Een F-16 vliegt niet zomaar. Een F-16 heeft een hele reeks hele bekwame monteurs nodig. We zijn natuurlijk ook heel sterk georiënteerd op het Amerikaanse logistieke ondersteuningsapparaat. Dus ja, ik weet ook niet precies hoe dat gaat. Tot nu toe hebben de Oekraïners in ieder geval gedemonstreerd dat ze op intelligente wijze omgaan met de spullen die ze gekregen hebben. En we zijn ook toch wel steeds meer direct in oorlog met Rusland. Nou ja, dat zijn we juridisch niet. Als je zegt in praktische zin wel, ja, maar juridisch niet. En daar gaat het uiteindelijk om. Het is niet de NATO die iets doet. Het zijn individuele landen die iets geven. Die weliswaar eerst hun giften coördineren in een kantoortje. Maar vervolgens worden die giften individueel nationaal gegeven. Maar goed, alle spullen zijn van ons. De meeste spullen die geleverd worden. Ja, maar ik moet zeggen. Ja, je kunt. Ik begrijp best dat mensen zich natuurlijk zorgen maken over de escalatie en wat de mogelijkheden zijn. Dat heeft natuurlijk altijd het bekende eindpunt met de nucleaire wapens waarover de Russen beschikken. Mijn inschatting is dat ze die niet zullen gebruiken. Ik geef toe dat mijn inschattingen tot op heden niet van een enorme onbetrouwbaarheid zijn geweest. Omdat je natuurlijk toch altijd uitgaat van de betrekkelijke, het gezonde verstand wat wellicht toch hopelijk op een of ander niveau nog aanwezig is. Zeker nu het allemaal fout gegaan is. Wacht even, Vladimir, misschien. Laten we er nog eens even over nadenken hoe en wat. Kijk, als productieeenheid is Rusland, stelt Rusland geen bal voor. Want in feite wordt het geconfronteerd met de productiemogelijkheden van zowel West-Europa als de Verenigde Staten. Ja, het is iedereen ook. Ik vind ook dat gepraat over wereldoorlog, dat vind ik eerlijk gezegd onzin. Ja, het is een groot en ernstig te nemen conflict. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat het op een of andere manier, op een hele geheimzinnige manier, zo afloopt dat Poetin verloren heeft, maar Poetin zelf toch nog iedereen wijs kan maken dat hij niet verloren heeft. Zal er ooit gepraat moeten worden? Ja, dat denk ik wel. Is het aan ons om Zelensky te zeggen, nu moet je gaan praten? Nee, dat moet hij zelf maar uitzien te vinden. Maar het is ook voor onze veiligheid op de middellange termijn, de lange termijn, geen idee, dat moet je sowieso een beetje. Maar voor de middellange termijn is het voor Europa denk ik belangrijk dat duidelijk is dat Rusland een lelijke zeepert heeft opgelopen.
Wanneer... Stel voor dat hij gewonnen had. Stel voor dat hij in 3 dagen Kiev had bezet. En wat ja, hoe kijken de Baltische Republieken daar tegenaan? Of de Polen eventueel? Daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Mm-hmm. Mm-hmm. Wanneer begint dat voorjaarsoffensief? Is dat echt als de sneeuw gesmolten is en dan... Ja, dat waarschijnlijk nu al zeer intensief gevochten te worden bij dat Bachmoed. Volgens Zelensky, die natuurlijk misschien ook wel de druk een beetje op de ketel wil houden, is dat allemaal van een enorme betekenis en heeft het een dramatisch karakter. Nou even, kom maar. Nee, vreselijk. Wat kun je zeggen van een eeuw waarvan pas 20% voorbij is? We beginnen het nieuwe jaar goed met een terugblik op de eerste jaren van deze eeuw. Verteld door Maarten van Rossum. Veel mensen zeggen, nou dat kan helemaal niet. Je moet gewoon wachten tot de eeuw afgelopen is. Maar dat is wel erg lang. En bovendien ben ik er dan niet meer om mijn gedachten erover te laten gaan. Het luisterboek download je nu via de link in de show notes. Je mobiele telefoon ziet er over een paar jaar heel anders uit. En dat komt door een nieuwe batterij. Luister naar het gesprek met Lydon Jar daarover in de podcast Sea Level. De link heb ik in de show notes gezet.